Zaterdagochtend. Jan Borstelaar, we zijn weer in het Repair Café. Jan, even voor de mensen die het niet weten, wat is dat voor café? Repair Café, er worden spullen gemaakt die proberen we te maken die anders worden weggegooid. En daardoor krijgen dingen een tweede leven. En dan komt het niet onnodig op de afvalberg terecht. En daarmee proberen we een steentje bij te dragen aan een duurzamere samenleving. Maar je moet natuurlijk wel mensen hebben die dat kunnen. Waar haal je die vandaan? Ja, overal vandaan. Dus ja, het gaat vaak van mond op mond. Het blijkt zo. Ik heb wel geadverteerd en oproepen gedaan met mensen, maar dat werkt niet. De vrijwilligers is het meestal allemaal mond op mond. Waar ligt de grens, Jan? Bij repareren? Ik neem aan dat er geen auto's hier naar binnen worden gereden. Nee, het is over het algemeen een klein huishoudelijk spul. Ook geen koelkasten en dat soort dingen. Dat is hier niet binnen te brengen. En in principe willen we toch hier alles repareren. Wat valt er onder kleine reparaties te verstaan? Ja, kleine reparaties. Met name zijn dat koffieapparaten. Je hoort de naaimachine achter je. Dus er worden ook kleding gerepareerd. Er kwam net een cassettedek binnen. Klokken. We hebben een klokkenspecialist in huis. Jan, waarom is het maar één keer in de maand? Nou, dat heeft te maken met die vrijwilligers. We hebben te weinig vrijwilligers. En mensen willen wel een bijdrage leveren, maar niet te vaak. Dus als we nou meer vrijwilligers hebben, dan kunnen we ook weer meer stappen zetten. En dat is wel een beetje de bedoeling. Ik was van de week bij het introduceren van de klusbus. Dat is iemand die gaat bedrijven ondersteunen met kleine reparaties. Is dat iets voor jullie? Nou nee, ja. Wij willen het toch over het algemeen hier doen. We worden ook wel eens gevraagd om mensen thuis te komen om dingen te repareren. Maar daar zijn de vrijwilligers niet zo happig op om bij mensen thuis te komen. Je weet nooit wat voor risico's je loopt en wat je tegenkomt. Dus zoveel mogelijk moet het hier gebeuren. Maar er zijn wel nieuwe initiatieven. Nou ja, is de klusbus iets voor ondernemers dan. Maar in Vlaardingen is er een initiatief van een of ander bedrijf dat is per 1 januari gestart. Die wil spullen thuis opkomen halen die kapot zijn. En dan binnen een week of twee weken repareren en dan weer terugbrengen. Dus daar kan je dan naartoe bellen. Maar dat is in opstap, maar daar kan ik je misschien wel van op de hoogte houden. Ja, Jan, voor niks gaat de zon op. Zijn de kosten aan verbonden? Nou, bij ons gaat voor niks de zon op, hoor. Ja. We doen nu al een aantal jaren. We hebben een klein spaarpotje. En als er kleine dingen aangeschaft moeten worden, dan doen we dat zelf. Maar in principe is alles kosteloos. Maar wanneer je een kleine bijdrage wil leveren, is dat altijd welkom. En in de praktijk blijkt dat ook altijd te gebeuren.